Nou, er zit er niet bonk op. Het is geen... Ik heb mijn zoontje, die heeft 6 jaar in Delft gewoond en is toen hier komen wonen. Voordat hij naar Delft vertrok, sprak hij in zijn jonge jaartjes, toen hij 3 jaar was, sprak hij Vlaams getint door zijn onthaalmoeder. Toen, in no time, werd dat Delft. Dat zit tussen Haags en Rotterdams in. En toen 6 jaar later zijn we terug naar hier verhuisd. En 3 maanden later zei hij tegen mij, toen ik zei, moet je niks eten? Nee, ik heb ongelooflijk een kramp in mijn maag. Maar dat is niet het Antwerps wat ik spreek. Dat is het school Antwerps. Dus daar zit nog wel iets wat klopt. Dus het is niet omdat heel de familie zo ontklappen is met hier. Dat alle familieleden dus dezelfde tongval hebben noodzakelijk. Het hangt er vanaf in welke school je zit. En hij heeft natuurlijk 5 jaar of een paar jaar zogenaamd in Amsterdam op school gezeten. Dus hij spreekt perfect Nederlands. Dat kan. Hij heeft een klein beetje dat Limburgse in zich. En soms zit hij er bonk op in het Antwerps. Maar ik vind wel dat hij niet klinkt als een Hollander die Antwerps wit praat. Want dat vind ik ergerlijk. Dat heb ik een paar keer al gehoord. Dat ze mannelijk en vrouwelijk verkeerd zeggen. Een tafel of zo, zeg maar wat. Een tafel of een stoel. Dus een vengt, een waaf. Het is niet een waaf, een vengt. Daar gaat elke Hollander de mist in. En dat doet Johnny niet. Dus hij, ik vind dat hij, op den duur let je er ook niet meer op. Ik vind dat hij dat heel geloofwaardig houdt. Het is niet makkelijk hoor, wat hij doet. En ik vind dat hij, maar ja. Ik plataan het waar, ik zul het nooit kunnen noemen.